Voor heel veel Rotterdammers is dit één stuk historie. De allereerste Rotterdamse metro uit 1968. En hier, bij deze ramen, zaten prinses Beatrix en prins Klaus tijdens die eerste rit. Nou, dat treinstel is al lang gestopt, uit dienst gehaald en is inmiddels helemaal opgeknapt. Helemaal geschuurd, helemaal van binnen schoongemaakt en gaat nu deel uitmaken van de tentoonstelling over 50 jaar metro. Die oude stoeltjes, keihard. Ja, keihard en koud als de verwarming niet aanstaat. Ja. Helemaal niet luxe, maar ja, in de jaren 60 wel iets om trots op te zijn dat zo'n moderne metro gewoon door Rotterdam reed, toen. Ja. De hele binnenkant is opgeknapt, de vloeren, de wanden, alles is eruit gehaald en alles is er weer ingestopt, maar wel opgeknapt, dus hij ziet er weer prachtig uit. En de laatste weken is heel hard gewerkt aan de buitenkant. Kan hij weer rijden? Hij kan rollen, dus hij wordt gesleept met een andere metro naar station Blaak. Om hem te laten rijden, daar moesten we echt nog wat meer onderzoek voor doen en dat is ook best kostbaar om hem weer helemaal technisch in een goede staat te krijgen, dus dat... Dat zit er niet in, zelfstandig rijden, maar rollen, dat doet hij gewoon. Maar je hebt hem op de dieplader zien rollen, dus dat zit wel goed. Het wordt nu eigenlijk een museum, tijdelijk. Ja, ja, wat is leuker dan dat? Dat het grootste museumstuk het museum zelf is. En inderdaad, vanaf vrijdag op station Blaak, met binnen prachtige foto's. Die zijn straks te zien. Ook heel veel leuke filmpjes en video's van toen zijn te zien. Dus ja, dit mag je als Rotterdammer niet missen. Ja. Hey, en wat gaat er daarna mee gebeuren? Nou, hij blijft tot 13 februari op het metronet. Die tentoonstelling is ook van 9 tot 13, tot en met 13 februari. En dan wordt hij weer teruggebracht hier in het Trammuseum. Dus hij gaat heel even oplogeren. En dan is de metro vanaf april, als het Trammuseum weer geopend is, is de metro hier te zien met de tentoonstelling. Die blijft erin? Die blijft erin, ja.